allemaal, leuk dat je kijkt naar mijn video. Ik ben Angela en binnenkort begin ik hier met bloggen over gezonde voeding en hoe je door middel van gezonde voeding een mooi lichaam en een mooie huid krijgt. Ik zal het meer over mezelf vertellen. Ik ben dus Angela, ik ben 29 jaar en ik woon op dit moment in Amersfoort. Ik ben model en gezondheidsvoorlichter en gezondheidsvoorlichting geef ik op dit moment bijvoorbeeld op mijn website greatbodyskin.com. Het is eigenlijk meer een gimmick, want het staat voor Great Body and Skin. En het gaat erom hoe je een mooie huid en een mooi lichaam krijgt door middel van gezonde voeding. Want gezonde voeding, een gezond lichaam en een gezonde huid, dat is beauty. De komende tijd zijn dat dan ook de onderwerpen waarover ik zal gaan bloggen hier. Hoe krijg je door middel van gezonde voeding een mooi lichaam en een mooie huid? Goed, hoe kunnen jullie mij wat beter leren kennen? Ik dacht, laten we eens een kijkje in mijn koelkast nemen, zodat jullie mijn foodwise een beetje beter kunnen leren kennen. Nou, laten we eens even kijken. Ik hoop dat ik voor jullie een spannende koelkast heb. Ik moet zeggen, vandaag staat er niet zo heel veel in, want ik moet nog eigenlijk nog boodschapjes doen. Dit is dus lijn hennepzaadolie. En hennepzaadolie is vol met omega 3 vetjes, 3 en 6 vetjes. En nou ja, goed, dat is gewoon super gezond voor je. En ik gooi het eigenlijk overal doorheen. Veelal in mijn shakes. Verder molkosan, want ik drink en eet vrij weinig melkproducten. Daarom neem ik molkosan. En er zitten wel die melkzuurbacteriën in die juist zo goed zijn voor je darmen. Maar niet de lactose die wat minder goed is voor je darmen. Tenminste, voor mijn darmen. Heel veel mensen kunnen het niet zo goed verdragen, waaronder ik dus ook. Verder mosterd. Altijd erg lekker om van alles mee op smaak te brengen. Lekker een grove mosterd. Eitjes. Vandaag hebben we er maar eentje. Helaas. Dat zijn bijna op. Nou, die, wat doe ik ermee? Ik maak er vaak omeletjes van. En die meng ik dan vaak met lekker spinazie. Spinazie gebruik ik trouwens ook om shakes mee te maken. Smoothies. Dit is 100% pure chocola. Dat is... super geconcentreerd dus. En het is biologisch. Het komt uit, even kijken, uit Ecuador. Ecuadoriaanse chocolade. Dit is van het merk Hotel Chocolat. Het is een winkeltje zit in Amsterdam. In het straatje waar de Mac ook zit. Echt even een keer langs gaan. Nou, tahine is dus gemalen sesamzaadje. Zaden zijn erg goed voor je. En veel goede vetten. En dat is wel lekker om een boekwijd crackertje of zo. Nou, verder appelazijn. Dat is erg goed voor de zuurgraad van je lichaam. 'S morgens in een glas water oplossen. Een eetlepeltje. Kimchi. Dat is Aziatisch. Als ik niet zo heel veel tijd heb om smoothies te maken. Of niet zoveel zin erin heb. Dan wil ik ook nog wel eens gewoon van appelsientje de tomaat-groentesap nemen. Dan heb ik in ieder geval... het is eigenlijk beter om het zelf gewoon te maken. Maar goed, dan heb ik tenminste een beetje een gezond idee. Ja, verder wat ik eigenlijk niemand vertel, maar wat jullie nu stiekem toch eigenlijk per ongeluk zien. Wijn. Biertjes, nog meer wijn. Nou hou ik zelf eigenlijk veel meer van rode wijn. Maar ja goed, je krijgt wel eens bezoek, dus dan blijft er wel eens wat over. Oh ja, ik hou dus heel erg van olietjes en vetjes. Hier aloe vera drank. Moet je ook maar eens naar kijken. Ik zal even kijken of ik wat over kan schrijven. En dit is ook een erg goed merk van Aman Prana. Het zijn 3, 6, 9 oliën. En op zich, die 6 en 9 krijgen de meeste mensen wel voldoende van binnen. Maar het is vooral erg belangrijk om te zorgen dat je je omega 3 vetten binnenkrijgt. Dus dan is die van Aman Prana is ook wel een erg goed merk. Dat is namelijk helemaal veganistisch. Dat is wel erg fijn. Nou jongens, dat was dus mijn koelkast. Binnenkort begin ik dus met bloggen voor jullie. En ik hoop dat jullie ook jullie reacties achterlaten. Want mits natuurlijk een positieve reactie, motiveert het mij natuurlijk ook om verder te gaan bloggen voor jullie. Hoop er snel wat voor jullie te horen. Ik heb er zin in. Doeg!